Influencers inhuren? Nee, die vind je gewoon in-house. Kijk mee met deze trend. Een influencer of vlogger van je eigen bedrijf. Je kent vast wel de bekende politievloggers en brandweervloggers die vol enthousiasme hun beroep laten zien. Maar ook in de zorg zien we vlogs. Verpleegkundigen, zusters en verzorgers die laten zien wat ze doen. Kijk eens wat een manier. Alsjeblieft. Lien in de Zorg test in deze fantastische video hoe het is om elke dag met een rollator te moeten lopen. Ik vind het lawaai dus best wel erg gewoon. Oh, ik ben het vergeten. Nathalie en Floortje van de GGD in Noord- en Oost-Gelderland nemen je mee met hun bezigheden op de Zwarte Cross. En wat dacht je van Liana? Zij vlogt al meer dan een jaar met veel succes over de binnenvaart. En ik ben eventjes op bezoek bij Kees vandaag. En Kees is een aflosschipper. Wil je een huis kopen of verkopen? Makelaar Victor legt je alles uit in zijn praktische vlogs. Ook erg leuk zijn deze tuintips van boswachter Sanne van Natuurmonumenten. Jacobsladder. En die gaat nu net bloeien. En check Barbara, die super leuke vlogs maakt voor de HTM. Wie betaalt nou eigenlijk die vervangingsprojecten? Ron gaat vandaag de uitleg over geven. Nou, je merkt het, zakelijke vloggers of in-house influencers zie je overal. En wie gaat er bij jouw bedrijf met een selfie stick door de gangen? Ik hoor graag van de leukste social ambassadeurs van Nederland. Dus laat een reactie achter.